boek om te laten zien. Ik ben Hansel de Warres. Ik ben uitgever van architectuurboeken en boeken op het gebied van design. En de architectuur moet je ruim opvatten. Dat is ook stedenbouw en planologie. En design is grafisch ontwerpen, productontwerpen, interieur. Dus die gebieden van de toegepaste kunsten, dat is wat wij bestrijken met onze boeken. Peter de Winter en ik die studeerden allebei bouwkunde in Delft. Hij stedenbouw, ik architectuur. Dat hebben we ook keurig afgemaakt allebei. En daarna zijn we eigenlijk al vrij snel met uitgeven begonnen. Eerst met een tijdschrift wat Utopia heette. En toen wij naar Rotterdam verhuisden vanuit Delft, zijn wij begonnen met een architectuuruitgeverij. En dat doen we nu inmiddels 30 jaar. Delft maakte als bouwkundestudenten met z'n vieren. En Peter de Winter, dus mijn compagnon, waar we 010 mee zijn begonnen. Hans Kamphuis en Jan Persman van CPZ. En dit nummer is helemaal vormgegeven door Jan Persman. Die had daar wel een plezier in. Ik geloof niet dat hij heeft nog een paar andere nummers van Utopia gemaakt. Willem Frederik Hermans. Nou, dat is het schrijfmachientje waarmee wij hem verleid hebben het artikel te schrijven. 10 nummers en 2 specials van Utopia. En deze hebben we net gezien, Utopia 8. Kijk, er hoort ook nog eigenlijk zo'n soort T-Pex velletje op. En dat ontbreekt bij dat exemplaar. En dit is nummer 3. Die is met een ontwerp van Jan Bentham. Voor een restaurantje in Peshawar. Er was een prijsvraag uitgeschreven. Die won hij met glans, kunnen we wel stellen. En toen heeft hij ook het omslag ontworpen. Als verzamelaar van boeken, wat ik nog veel langer doe als uitgever, want dat doe ik al vanaf mijn 16e, verzamel ik boeken op het gebied van architectuur, eigenlijk op dezelfde gebieden. Dus die gebieden die interesseren mij. Maar wat me vooral interesseert, dat is hoe deze onderwerpen, architectuur en design, gebracht worden. Hoe ze uitgegeven worden. Dus de manier waarop dat gewoon overdrachtelijk gemaakt wordt naar een publiek toe. De boeken die in Nederland zijn uitgegeven, dat is mijn speciale interesse op het gebied van architectuur. En dan eigenlijk vanaf het allervroegste begin, de periode tot 1800 is aardig goed uitgezocht, omdat dat het oude boek heet. En het oude boek is redelijk goed geïnventariseerd. Maar wat mij vooral interesseert is het architectuurboek zoals het in de 19e eeuw is uitgegeven. En dat is een totaal terra incognita, dus dat is eigenlijk nog nauwelijks behoorlijk ontgonnen. Maar dan gaat het mij vooral dus over de manier waarop het gebracht wordt. De publiciteitsgeschiedenis. Het is eigenlijk boekgeschiedenis waar ik in geïnteresseerd ben. Meer in dan de architectuur zelf. Van Willem Goeree. Wilhelmus Goeree. Tevens uitgever van het boek. En dus een eigen uitgave. En het gaat dus over, zoals de titel zegt, de Bijbelse wijsheid en gebruik der heilige kerkelijke historie. Maar waarom ben ik er nou in geïnteresseerd? Omdat het een uitvoerig tekst bevat over de tempel van Salomo in Jeruzalem. Nou, daar zijn vele interpretaties over. En dat komt omdat Goeree, die was ook buitengewoon geïnteresseerd in architectuur. Dus hij... En ook de tempel van Salomo hoorde in die tijd, het was een belangrijk onderwerp wat uitgezocht werd. Dus dit handelt over de prachtige bouwgestalte des tempels, welke de grote koning Salomon te Sion op den Hogenberg Moria gebouwd en in Ezechiël naderhand in de gezichten gods doorwandeld en tot een model van deszelfs beloofde herbouwing heeft zien afmeten. In navolging van Filal Pando, dat is een Spaanse architect, die Spaanse jezuïet die leefde van 1550, 1552 tot 1608. Die heeft de tempel van Salomo, waar eigenlijk nauwelijks iets over bekend is, behalve de plek, voor zover ik het me goed herinner, heeft hij geïnterpreteerd. En waarom deed hij dat? Omdat er behoefte was dat nadat Vitruvius eigenlijk de klassieke bouwkunst terugwees naar de Grieken, dat er een behoefte was vanuit de katholieke kerk dat juist de klassieke oudheid of de klassieke architectuur
gewoon zijn oorsprong vond in de Bijbel, eigenlijk in Jeruzalem. Dus dat was een soort poging om die tempel daarvoor te gebruiken. Nou, als je dan hier ziet, dan zie je hier een enorme onderbouw van de tempel, waarvan delen zijn gevonden, maar het is ook een soort overdreven interpretatie ervan. Dus het onderdeel, dat is extreem groot gebracht. En dan is er wat daarboven stond, is een pure interpretatie eerst van die Philopando. En deze Willem Goeree, die ging daar eigenlijk, die volgde daarin mee. En dan krijg je de situatie dat die interpretatie eigenlijk erop neerkomt dat er een soort paleis op de Dam gereconstrueerd wordt met een hele symmetrische plattegrond. Nou, het is natuurlijk ondenkbaar dat een dergelijk gebouw ten tijde van Salomo er op deze manier uitgezien heeft. Dus dit is een interpretatie van Philopando eerst en later Goeree, maar vele anderen. Dit was een hele grote discussie in de 16e en 17e eeuw. En ja, je kunt zien dat Goeree er zichtbaar plezier in had om daar uitvoerig op in te gaan. Hier nog een enorme geveltekening. Nou ja, ook dit is ondenkbaar dat er gewoon ooit zo heeft uitgezien. Maar het is als interpretatie natuurlijk buitengewoon interessant. Nou, die Goeree is een hele interessante man verder. Wat ik net zei, die vertelde gewoon, die hield zich veel bezig met architectuur. En ik heb een ander heel klein boekje. En dat is iets eerder verschenen. Ja, dit is de eerste druk, die is uit 1690. In dit deel, wat een niet geïllustreerd essay is, dat heet De Algemene Bouwkunde. Dat is eigenlijk het eerste tekst in het Nederlands over architectuur op deze manier. En die tekst is eigenlijk heel erg onbekend, veel te onbekend. En één reden daarvoor zou kunnen zijn, is dat het helemaal niet geïllustreerd is. En ik ben geïnteresseerd omdat die Willem Goeree een interessante man is. Door de interpretaties wat ik ook net vertelde, aan de Tempel van Salomo gaf. En überhaupt zijn opvatting over architectuur, die veel verder ging dan alleen maar de klassieke bouworde te laten zien, wat veelal gebeurde in Nederlandse uitgaven van meestal Italiaanse werken. Maar zoals Vitruvius ook maar zeer ten dele uitgegeven in die eeuwen. Maar hij en een heleboel van de tekst van Vitruvius is nooit in het Nederlands vertaald geweest. Dus daar legde hij de nadruk op. En hij wees ook de elite op haar verantwoordelijkheden. De uitgeefgeschiedenis van die teksten van deze Goeree, die dus steeds op een andere manier door andere uitgevers zijn gebracht. En de mentale instelling van deze man, die bevalt me zeer. Dus die was oprecht in architectuur, in al zijn facetten geïnteresseerd. En wat ik dan natuurlijk ook probeer te doen, is de andere boeken van Willem Goeree de hand op te leggen. En de verschillende drukken, omdat die drukken natuurlijk ook allemaal verschillend zijn. Dus dat is de editiegeschiedenis eigenlijk van een boek. Het leuke daarvan is van verzamelen, dat ik verdiep me in iets als ik het gewoon heb aangeschaft. Omdat dat enorme verrijking geeft aan zo'n collectie boeken. Dus het is, ik heb het altijd interessant gevonden om boeken te bestuderen. En dat is met dit boek veel meer het geval dan met andere boeken. We hebben met 010 al meer dan 700 boeken uitgegeven. Dus dan zou je zeggen van is het nooit genoeg. Maar wat ik zelf nog zou willen doen is de uitgavengeschiedenis van architectuurteksten. En een heel mooi voorbeeld hebben we dan nu net gezien. Dat dit is als tekst verschenen niet geïllustreerd, maar het manuscript zit in de Koninklijke Bibliotheek. En dat is uitvoerig geïllustreerd. Dus wat mij fantastisch lijkt om een geannoteerde editie uit te geven ooit nog eens van het manuscript wat in de Koninklijke Bibliotheek ligt te zijn. Omdat je dan kunt zien in welke mate hij die tekst aanpast vanuit het manuscript. En dat manuscript was veel groter en dat was geïllustreerd met prenten die natuurlijk beschikbaar waren, want hij was ook een verzamelaar, en met veel eigen tekeningen. Dus dat zou een heel ander soort verdieping geven op hoe je deze tekst moet lezen. Niet alleen lezen, maar ook moet beoordelen. Dus dat lijkt me heel leuk. En verder is mijn hobby gewoon de uitgeefgeschiedenis van architectuurboeken. En dat is op waar ik ook nu op aan het promoveren ben. Dat is de uitgeverij Cosmos, die in het interbellum van de vorige eeuw boeken uitgaf op het gebied van architectuur. En dat is een fantastisch onderwerp waar ik mij zeer graag in verdiep. Dus dat wordt zeker een boek. Ik vind dat elke Nederlandse architect eigenlijk dit boekje zou moeten hebben gelezen. En van verder, al die teksten die klassiek zijn geworden en van betekenis zijn geweest voor de architectuur.
Dus een prachtig begin voor elke architect, wat echt elke architect in huis moet hebben, vind ik. Dat is het boek wat wij hebben uitgegeven, Dat is architectuur. Wat een verzameling architectuurteksten is. Ja, dat kun je eigenlijk. Het is eigenlijk, als je gewoon dat boek niet op de plank hebt staan als architect, ja, dan neem je je vak gewoon niet serieus. Daar ben ik heilig van overtuigd. Je kunt heel veel boeken die wij hebben uitgegeven, kun je links laten liggen. Maar dat is een absolute must. Meestal is het zo dat ik, als ik uitgestudeerd ben op boeken, dat ik er vrij makkelijk afstand van kan doen. Maar dat is bij deze boeken nog lang niet het geval. Thank you.